Wij vroegen een paar mensen in het Erasmus MC wat zij verwachten van de nieuwbouw. Hier naast mij staat Orlando van de afdeling apotheek. Orlando, kijk jij uit naar de nieuwbouw? Ja, met heel veel verwachtingen, zeg maar. En wat verwacht je dan van de nieuwbouw? Dat het werk heel dichtbij is. Ja, gewoon lekker frisse nieuwe kamers. Ook wel de manier van werken, dus dat we wat meer assistentie krijgen op de kamer. Dus nu er komt een speciale kamer waar ze dingen af kunnen handelen. Daar zie ik wel voordelen in. Nou, wat ik zo mooi vind aan de nieuwbouw is dat wij straks een veel grotere salon krijgen, waarbij wij nog veel meer privacy kunnen verlenen aan onze cliënten en de patiënten van het Erasmus MC. He, sommige mensen vinden dat echt heel prettig dat ze één op één geholpen kunnen worden. En zeker de dames waarbij wij haarwerken aanmeten, is dat echt een vereiste dat wij privacy moeten kunnen verlenen. En dat kan daar in de nieuwbouw straks heel goed. En daar hebben we hier wat minder ruimte voor. Want je verklapte net al dat je al in de nieuwbouw werkt. Ja, ja, ja. In NA, NB en C. En hoe komt het dat je daar al werkt? Omdat de apotheek was hier in dit gebouw eerst, beneden. En die moest plat. Dus wij waren een van de eerste die verhuisd zijn naar het nieuwe deel. Ja, ik ben er al geweest. Ik vind het wel heel mooi. Wel een beetje clean nog, zeg maar. Het is wel echt heel industrieel. Dat is prachtig natuurlijk. Maar ik had wel wat meer hout of misschien iets gezelliger gewild. Maar ja, misschien komt dat nog als we er met z'n allen in gaan zitten. Straks zien we jou dus ook met de fiets in de allernieuwste nieuwbouw in mei. Ik weet niet of we daar de fiets... Want het is dichterbij. Misschien is het makkelijker gewoon te voet of zo. Doei.